Ja, wij gaan er een extra kookdag bij aanmaken. Het was al een bericht uitgegaan dat de banier Live Meals, die stopte mee eigenlijk. En die kookte ook op de woensdag en de donderdag. En dan valt toch een deel van onze doelgroep in een gat, zeg maar. En gelukkig kunnen wij de donderdag, nemen wij dat stokje over, zeg maar. Dus een extra kookdag, ja. Betekent dat ook extra klanten? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. We gaan natuurlijk, de extra kookdag brengt wel een andere locatie weer met zich mee. Dus we krijgen twee locaties. De ISPA is er, dat blijft er op de dinsdag en de vrijdag. En we gaan naar de Schelvorst heen en die opent op de donderdag. Maar omdat je in een heel andere wijk zit, denk ik ook een hele nieuwe doelgroep aan te boren. Dus het gaat eigenlijk goed met jullie. Maar ik denk dat je liever had dat het minder goed ging. Het is een beetje dubbel. Het is voor de armoede zou het minder moeten worden. Dat zou beter zijn. Maar ja, als het is en je kunt helpen, dan is het goed dat je ook kunt helpen. Ja, dat van de banier hebben jullie erbij overgenomen. Ja, dat klopt. En helaas kunnen we de woensdag er nog niet bij opnemen. Want ja, dat brengt gewoon ook weer heel veel geld met zich mee. Dus dat gat kunnen we niet opvangen. Maar de donderdag gelukkig wel, ja. Dus dat is wel fijn. Nee, we zijn op het moment heel tevreden met de ISPA. De gasten die voelen zich ook heel erg thuis. We hebben wat opstartstrubbelingetjes gehad, zeg maar. Maar dat is allemaal opgelost en dat gaat hartstikke goed nu. En onze intentie is om daar ook te blijven. En hoeveel maaltijden verzorgt u nu zo in de week? Ja, je zit in de zomertijd, loopt het iets terug. Ik denk dat de mensen dan iets meer ruimte hebben qua vakantiegeld en dergelijke. Dus dan zie je het iets teruglopen. Zoals vanavond waren er 45 gasten. En in de wintertijd ga je al heel snel over de 70 gasten heen. Dus, het echt gekker is, wel, het groeit. Dus, en dat is wel zorgwekkend. Nu worden we gelukkig nog steeds heel goed gedragen, zeg maar, door de mensen om ons heen, zeg maar, de bedrijven en dergelijke. Maar elk jaar is het weer een dingetje of we wel kunnen open blijven. Want ja, er is niet iets structureels voor de Eerthoek, zeg maar.